twee klassiekers, vrienden, hebben wij elk seizoen. Nou, die kennen we tussen Ajax en Feyenoord. Maar eigenlijk hebben we nog een derde klassieker. Utrecht, Ajax, ja, zeker. Een beetje ondergewaardeerde wedstrijd. Leeft niet zo erg in Amsterdam, maar des te meer in Utrecht. Ja, want het stadion is al weken stijf uitverkocht. En die FC-aanhang, die willen maar één ding. Winnen van Ajax. Dat is het enige wat telt. Het maakt eigenlijk niet uit wat de FC Utrecht het hele seizoen doet. Als ze in Utrecht maar winnen van Ajax. Daar gaat het om. En dat maakt die wedstrijd nou juist zo speciaal. Die Dick Advocaat, die hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Want die spelers van Utrecht, die weten precies wat er van hun verwacht wordt. Namelijk winnen van Ajax. En aan de andere kant, daar staat die oud-trainer van Utrecht, die Ten Hag, nu bij Ajax. Ja, die weet precies wat hem te wachten staat. Ja, en die kan zijn spelers haarfijn vertellen wat eraan zit te komen. En ook diep van binnen denkt Van Hag, oh, hey, ik speel liever uit bij Feyenoord en ik speel liever uit bij PSV dan dat ik uit moet naar Utrecht. Ja, dat denkt Ten Hag. Ja, want hij weet dat dit de moeilijkste wedstrijd van het seizoen is voor Ajax.